En in onze wereld hoop ik toch dat in de 21ste eeuw, met de genocide op een volk dat best wel ver van ons af zit, dat het deel wordt gemaakt van onze bewustzijn, van onze denkgoed, gedachtegoed over de wereld. En dat daarmee ook kleine beslissingen die wij elke dag maken, dat daarin ook de Oeigoerse kwestie wordt meegenomen. Vandaag zijn we samengekomen omdat we de expositie Oeigoerse stemmen openen. Een expositie over de onderdrukking en de genocide op de Oeigoeren in Oost-Turkestan. Ik op mijn beurt vind het ook mooi om hier het woord te mogen voeren. Hier midden in Amsterdam, het vrije Amsterdam, het Amsterdam waar iedereen die hier woont eigenlijk vaak zonder te beseffen zo ontzettend geniet van de vrijheid die we hier hebben. Waardoor we ook wel weer eens vergeten dat het buiten Amsterdam, buiten ons land, het vaak veel beroerder is. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd zijn we ontzettend veel bezig geweest met Oekraïne. Ik zelf ook. Er zijn een paar Oekraïense mensen die bij mij in mijn huis wonen. En het gekke is dat wij ons daar dan enorm mee bezighouden en ons realiseren hoe verschrikkelijk het is dat die oorlog het is en hoe je daarin begeeft. En dan realiseer je je veel te weinig dat dat niet de enige plek in de wereld is waar zoveel ellende is. En over Oeigoeren die hier zijn en aan wie deze manifestatie gewijd is, daar weten we wel iets van. Maar als je je daar nog weer eens in verdiept en bedenkt wat daar allemaal gebeurt, dan is het onbegrijpelijk dat we daar zo weinig aandacht aan besteden. En daarom vind ik het ook heel erg goed dat de Bali in samenwerking met een aantal van de Oeigoeren, van de 3000 Oeigoeren die in Nederland wonen, dat die dit georganiseerd heeft. Want wat we ook zien straks in de tentoonstelling, en wat ik wel wist, maar waar je nog eens een keer met je neus op de feiten gedrukt wordt, is op wat voor een verschrikkelijke manier daar een hele bevolkingsgroep eigenlijk gewoon uitgeroeid wordt. En niet zomaar uitgeroeid wordt, maar ook op een verschrikkelijke manier. En wat ik ook begrepen heb, is dat ook diegenen van de Oeigoeren die hier wonen, dat die dan niet hier in vrijheid kunnen leven, maar dat die ondertussen ook nog gebonden zijn en verbonden zijn met hun familie al daar. En dat ze hier ook nog steeds door de Chinese overheid erop gedrukt worden om te zeggen van hoor eens, denk erom, je hebt je te gedragen, want anders dan gaat jouw familie daar, die heeft daar het nodig onder te lijden. En als je je dat realiseert in dit vrije Amsterdam, wat dat betekent dat je hier bent en tegelijkertijd, en hier je hebt deze plakkaat, 18 of my missing family members are the living proof of China's genocide against Uyghurs. Families destroyed. Houses demolished. Heel goed dat je dat ook hier hebt en dat je dat ook draagt. En ik hoop zeer dat er ook heel veel mensen dat die ook hier komen kijken en zich dat nog eens een keer realiseren wat er allemaal gebeurt. Dus ik wens al de Oeigoeren die hier zijn heel veel sterkte. Mooi dat er aandacht voor is en ik ben de Bali dankbaar dat jullie dit georganiseerd hebben. Ik heb zelf het voorrecht gehad jaren geleden om voor het eerst met de Bali samen te mogen werken. En dat was naar aanleiding dat mijn eigen vader dus in zo'n concentratiekamp verdween. En toen heb ik een brief moeten schrijven van de Bali aan mijn eigen vader. Dat was voor mij een hele zware kwestie, een hele lastige. Maar uiteindelijk is dat ook gebeurd. En die brief heeft mij ook heel veel gebracht in mijn persoonlijk opzicht. Ook om mijn eigen gedachten in mijn hoofd uit te stippen eigenlijk. Om goed te kunnen nadenken over wat ik nou dacht, wat ik nou vind, wat er nu nodig is en wat wij moeten doen. En jaren later zien wij als Oeigoers gemeenschap het cynisme toenemen. Omdat de kleine informatie die wij hier in ons gezamenlijke bewustzijn meekrijgen, blijft heel erg weinig, terwijl de onze altijd al veranderd is geweest. En ik hoop daarmee dus ook dat deze expositie bijdraagt aan die bewustzijn. Maar niet alleen de bewustzijn, maar ook, ik zou zeggen, de integratie in ons gedachtegoed. Wij zijn als mens elke dag bezig om een iets betere wereld neer te zetten. Op ons allemaal op onze eigen manier. Maar we hebben toch prioriteitslijstjes. Dat merk ik, omdat dat is hoe de mens in elkaar zit. En in onze wereld hoop ik toch dat in de 21ste eeuw, met de genocide op een volk dat best wel ver van ons af zit, dat het deel wordt gemaakt van onze bewustzijn, van onze denkgoed, gedachtegoed over de wereld. En dat daarmee ook kleine beslissingen die wij elke dag maken, dat daarin ook de Oeigoers kwestie wordt meegenomen.
En daarmee wil ik dus ook gaan afsluiten en jullie allemaal bedanken. En dit is ook natuurlijk voor die 1000 Oeigoeren die in Nederland wonen en de 1 miljoen Oeigoeren, onze familieleden, onze kennissen die daar nog zitten. Dank jullie wel.